Goedenavond lieve kijkers, welkom op deze speciale 1 mei. En waarom is 1 mei speciaal? Ik heb geen idee, maar het klinkt gewoon leuk. Het is vandaag de 33ste Berg Corona uitzending. En wij kregen een lieve vlog van Nathalie Kip. En nou, gaan jullie maar gauw kijken. Hoi allemaal, het is een beetje een rare tijd nog steeds. En ik mis mijn vrienden en mijn familie en mijn bezoekvrijwilligers. Verder kan ik me op zich wel vermaken op de dag. Ik doe diamond painting, muziek luisteren. Gelukkig kunnen wij gewoon nog met de groep naar werk. We werken op de Olmos, daar hebben we een stukje land, daar hebben we een moestuin. Dat gaat gewoon door. En verder moeten we het positieve ervan maken. Nou, succes allemaal. Nou, dat was de vlog van Nathalie. En bij mij aan tafel is aangeschoven onze echte tv-dokter, dokter Rob. Welkom. Dankjewel. We zagen net Nathalie en daar heb ik gelijk even een vraagje over. Want Nathalie vertelt van, we gaan wel naar dagbesteding. Al is dat hier niet op het terrein, Olmhorst. Ja. Hoe kan dat? Waarom kunnen hun naar de dagbesteding toe? Nou, wat er gebeurt met Nathalie en het huis van Nathalie, dat is dat hun eigen begeleiders meegaan naar dagbesteding. Dus eigenlijk zit je in hetzelfde gezelschap, of je nou thuis aan de ontbijttafel zit. Oh, die werken, die gaan dus mee naar de Olmhorst, ja. En die werken daar ook. Precies, ja. En dan? Dus dan heb je geen extra mensen die je tegenkomt en geen extra besmettingsrisico. Nee, dat begrijp ik. Maar collega's op de dagbesteding. Ja, we willen koffie drinken met z'n allen, maar dat wordt afgeraden. Dat mag nog steeds niet. Nee. Nee. Nee, we moeten nog steeds ons best doen om zo weinig mogelijk met andere mensen in contact te komen. En hoe minder contacten je hebt, hoe minder grote kans is dat je het virus van de een naar de ander overdraagt. Dus ja. Daar moeten we toch mee doorgaan. Ja, dus dat blijft verstandig. Ja. Nu zag ik op internet en op televisie dat in bepaalde landen, die zijn gelijk vanaf het begin, hebben zo'n lockdown, die hebben alles stopgezet, zoals in onder andere Marokko. Ja. En daar is het aantal besmettingen ook heel klein gebleven. Zou dat voor Nederland ook zin hebben om toch die maatregelen nog heel lang aan te houden en streng te zijn en om besmettingen te voorkomen? Ja, maatregelen zullen we nog een hele tijd nodig hebben. En in Den Haag, het outbreak management team, die kijkt naar de effecten van alles. Die kijkt naar wat gaat er nou gebeuren als de scholen straks open gaan. Wat gaat er straks in de verpleeghuizen gebeuren als er weer een beetje bezoek komt. Zien we dan na 2 weken een enorme toename van coronabesmettingen, dan weten we van, dat was toch niet zo'n goed idee, dan moeten we terugdraaien. Ja, ja, en dus ja. Bij iedere stap wordt er na een paar weken, want je moet iedere keer die tijd nemen, wordt er na een paar weken weer gekeken van, wat doet het nou precies? Ja, ja, begrijp ik. Zijn inmiddels ook voldoende testen aanwezig, testmateriaal? Hoe is dat hier op het zorgpark en in de regio Zuid-Holland? Ja, we hebben inderdaad gelukkig nou goede testcapaciteit. In het begin moesten we bijna smeken bij de GGD van mag deze en deze getest worden? En dan kregen we nog nee. Maar nu is het gewoon heel goed te doen. Dus okay. Als we iemand verdenken van misschien een corona, dan kunnen we gewoon heel makkelijk testen. En denken we een week later van, we hebben hem misschien gemist. Nog maar een keer testen, dan is dat ook mogelijk. En ook personeel kan veel makkelijker getest worden. Oh, dat is fijn. Dat is zeker fijn. Hoe is momenteel de situatie op de zorgunit? Rustig. Er is nu even niemand opgenomen. Oké, dat zijn de positieve berichten. Hartstikke mooi. Ja. Ja. Dan heb ik nog een vraag. Je hebt het laatst over handen, of heel vaak over handen was gehad. Zeep. Ja. En ik heb hier alcohol. Nou, zie ik deze wel her en der in de supermarkt, bij het karretje. Maar zit er nou verschil in met handen wassen? Is het een beter dan het ander? Doet het iets anders? Zeep is beter. Zeep is beter? Ja. Dat is duidelijk. Dus dat ja. Vooral alcohol heeft ook wel zin waarschijnlijk, maar zeep is echt beter. Oké. Okay. Dus vul je handen wassen. Hè? Oh nee, ga ik hier niet doen. Maar blijf dat doen. En dan gaan we deze van tafel afgooien en dan pakken we deze bij. Oké. Okay. Rob, dankjewel. En okay. Tot de volgende keer. Jo, oké. Okay. En dan gaan we nu kijken hoe het is om een boom te zijn. We gaan naar de yoga. Hallo, welkom bij Petra's Kinderyoga.
Vandaag doen we de boomhouding. We beginnen vanuit de berghouding. Dat is je voeten op heupbreedte. Je grote tenen wijzen iets naar binnen. En je staat rechtop. Het bekken is neutraal. En je gewicht breng je naar je linkerkant. Breng het gebogen rechterbeen omhoog. En open de heupen. En breng het gebogen been naar buiten. Plaats je rechtervoet aan de binnenzijde van je linkerbeen of onder de knie en breng je armen zijwaarts omhoog. Adem door voor 3 ademhalingen. Adem in, breng je knie naar voren. En adem uit, breng je armen naar beneden en je rechterbeen omlaag. Adem door. Doe de oefening ook aan de andere zijde. En probeer naar 1 punt te kijken, zodat je je beter kan concentreren. Dus adem in, breng je gewicht aan de rechterkant. Breng je linkerbeen omhoog. En breng je been naar buiten. Breng je armen zijwaarts omhoog. En zet je linkerbeen tegen je kuit aan. En adem door voor 3 ademhalingen. Adem in, breng de knie naar voren. En adem uit, breng de armen en de benen naar beneden. Adem door. Dit was de boomhouding. Namaste. Vind je het leuk om een hele yogales mee te doen? Kijk dan op het YouTube-kanaal van Petra's Kinderyoga. En is het een beetje lastig om te vinden, vraag dan hulp aan de begeleiders. Ik zie je snel. Namaste. Dag. Ja, en dan is het weer even tijd van lachen, gieren, brullen. Iedereen heeft weer zijn best gedaan, dus nou een extra aflevering van de bloopers. We hebben ook een keer de blooper. De bloopers aankomen. Dus Jos, geef de aftrap. Dan ben je op en dan print en print. Gaat jullie thuis vliegen? Vloeien! Henk? Oké, zal ik het nog een keer stellen? Jij bent wel de geestelijke. Sabine, ja. Oké, ja, Henk. Ja, maar wat is dat voor tekst, jongens? We zullen doorgaan. Ja. Oh, moet ik verder? Ja. En hoe staat het nu met de kerkdienst op zondag? Gewoon, ja. Geef maar een video erin. Nou ja, voor de andere geldt... ja, wat? Even over die. Om door te gaan. Ja, okay. Niet helemaal soepel. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid. We... Om door te gaan. Het is een beetje vals. Bert, we gaan beginnen. Bert, we gaan beginnen. Bert, we gaan beginnen. Naakt in de orkaan. Mijn eigen versie van het Wilhelmus op het klokkenspel. Oké. Okay. Nou ja. Moet ik serieus blijven? Camerabeelden met liedjes zingen samen op de woning, maar grote groepen doen we niet. Ja, ik moet naar Greet, maar die staat de neus te poetsen. Wat de minister heeft gezegd, meneer Rutte, die heeft gezegd zo van... Dat is helemaal geen minister, dat is een premier. Sorry. Henk, proost. Ja, op Koningsdag. Ja, de volgende keer doen we een oranje dit. Ja. Oké. Okay. Bert, bedankt. Ja, graag gedaan. En dan gaan we nu kijken naar... Ja, wat gaan we nu naar kijken?
zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Ja, okay. Niet helemaal soepel. Nou, bedankt Henk. Krijgen we ook een keer de blooper? Bloopers aankomen. Nou, wat leuk hè, die misses. En dan is het nu tijd voor de Happy Tijd Show. En deze keer, je zal het niet geloven, een echt wild beest. Een wild beest, ja, een hele wilde, een olifant. En ook nog een gast is gasten, zijn de dames van Travassie. Gaan we lekker genieten. Weer met de happy tijdshow. Ja, lekker zeg. Het is gelukt, het is gelukt. Het wordt steeds beter. Zijn ze er? Ja, oh, is het gelukt? Ja, Teddy. Ja. Oké. Oh, lekker. Weet je van wie we die gehad hebben? Van Fleur. Ja, van Fleur dit keer. Fleur. Ja, we er ook lekker hoor. Koeken lekker. Van Sabine waren leuk, maar die waren wel een beetje oud. Ja, maar ik ben benieuwd wel wat Greet hem geeft. Ik hoop moorkoppen. Ja, die van Sabine waren echt een beetje oud. Voor oude wijven. Voor oude wijven, ja precies. Het is beter. Ja, dus we zijn heel benieuwd naar waar Greet mee komt. Ja, zeker. Ja, nou, maar zullen we gewoon even naar de show? Wat staat we hebben namelijk een dier. Een dier? Ja, dat hebben we nog niet gehad. Een dier. Jullie denken dan misschien een poes of een beer. Ja, teddybeer hebben we al gehad. Teddybeer. Alsof ik die niet eerder gehoord heb. Nog wat origineelers, man. Nee, we hebben namelijk, je gelooft het niet, het is gewoon een olifant. Een olifant, En wie het is, dat verklappen we nu. Geweldig. Het was fantastisch wat een olifant allemaal wel niet kan doen, zeg. Ja. Lastig om er weer af te gaan. Nou zeker, we hebben echt een olifant in de house. Ja. Nou, ik ben wel beter dan in je porseleinkast. Dat was niet best. Nee, Teddy. Nee, dat was niet best. Daar heb jij gelijk in. Ja. Nee, dat klopt. Je hebt gelijk allemaal van die poëtische uitspraken, Teddy. Heb je misschien nog een gedicht? Een gedicht, nou. Poëzie met Teddy Tetero. Ja. Het gaat over de was. Oh, de was. Want dat doe ik graag, hè, de was. Ja. Ja. En ook over een dier. Oh. De moeder van een duizendpoot was vreselijk ontevreden. Want haar zoontje was zojuist in de sloot gegleden. Ah. En als je even rekent, weet je wat dat betekent. Op zijn hoofd een dikke buil en 1000 sokjes vuil. Ah. Je zal ze maar moeten wassen. Ja, je zal ze maar moeten wassen. Ja, dan moeten we wassen. Ja, wassen. Moeten kleine wasjes. En grote wasjes. Ja. Ja, dat gaan we nu doen. Nou, wie? Ze zijn in de studio. Ja. De dames van Travassie. Ze zijn een beetje opgebleekt, maar hartstikke leuk. En we gaan lekker swingen. Met kleine wasjes, grote wasjes. Ja! Zocht ik een flinke meid om voor mij de was te doen. Maar die dame vroeg steeds meer groen. Zoals je weet heb ik geen tijd. Dus zocht ik een leuke meid om voor mij de was te doen. Maar die dame wou wasmachine ging stuk, maar ik had er geen erg in, want die dame kreeg steeds meer zin. Oh, misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk, maar ik had er geen erg in, want die dame zei, kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker.
wasmachine, stop ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien. Het is weer in de wasmachine. Vele wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien. Het is weer in de wasmachine. Want die dame vond het zo fijn, dus ze hing zelf aan de lijn. Allemaal even de was bij de hangen. Allemaal even de was bij de hangen. Ik wil de was never zien. Allemaal even hangen, 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 hangen. Allemaal handen omhoog. Nee, 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 ik zei de handen, niet de voeten. Allemaal handen omhoog, come on. Hangen, 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 hangen. Juggelo, 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 juggelo. Sugar, 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 sugar. Party, 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 party. Een beetje was verzachter alsjeblieft. Sugar, 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 sugar. Party, 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 party. Juggelo. Schoon gelijk. Ja, heerlijk. Ja. Lekker hoor. Nou, als ik vakantie ben, kennen die meiden hier wel de boel overnemen. Nou, klopt. Ja. Klopt. Nou, kunnen we ze wel even inhuren. Ja, dan kunnen we ze eventjes inhuren. Nou, ik denk dat we maar gewoon lekker even op moeten eten. Ik ga naar de wasmachine. Heb je een mergpijp? Dag Teddy. Ja, de mergpijp zit in mijn rug. Oh, nee. Nou, is goed. Dag Teddy. Dag Teddy. Dag Teddy. Nou, we gaan lekker even de mergpijp eten van Fleur. Ja. En tot de volgende. Volgende happy tijd. Dag allemaal. Doei. Dag. Nou, ik ben benieuwd waar Greet mee komt. Nou, ook al. Die bellenblaasmachine. Die, ja. Die moeten we hebben. Dat was wel leuk, hè? Die hippie tijd, joh. Jongen, jongen, het is altijd zo lachen. Heb ik even een mededeling voordat we met de kerkdienst beginnen. Want ja, ik weet niet wat die aan het doen zijn, maar dat schiet even op. Want het duurt veel te lang. Het gaat allemaal van jullie tijd af, hè? Ondertussen ga ik even vertellen. Op 4 mei verzorgt de geestelijke zorg een vlog voor de 4 mei-viering. Die is dan 's avonds te zien. En op 5 mei, de hele dag door, hippie tijd, joh. 1 uur lachen, gieren, brullen en genieten, dansen, bewegen. Zijn jullie nog niet klaar? Marco, wat zijn jullie nou allemaal aan het doen? Nou, schiet op. Jullie gaan nu kijken naar de geestelijke zorg. En daarna aansluitend natuurlijk het weer door onze grote weerman Tommy Brixit. Veel plezier. Dankjewel, Henk. En hallo allemaal, kijkers thuis. Wat fijn dat jullie er weer zijn. En er is weer een nieuwe aflevering van de Kerkdienst in het Bergjournaal. We raken er inmiddels wat aan gewend. En het thema vandaag is een gat in de lucht. Een gat in de lucht? Een gat in de ozonlaag of zo? Waar gaat het nou over? Een gat in de lucht, dat is een soort gezegde. Dat is een soort uitspraak. Dat betekent niet letterlijk een gat in de lucht. Oh. Maar dat is een soort, als je heel blij bent, dan spring je zo hoog dat je als het ware een gat in de lucht springt. Oh, een gat in de lucht van blijd. Oh, daar gaat het over. Oh, leuk. Je hebt trouwens ook een gat in je broek, ja, maar dat is weer wat anders. Ik had de mail niet goed gelezen. Het wordt weer van alles en nog wat. We gaan eerst zingen met elkaar. En het eerste lied is Dit is de dag. En Marion speelt voor ons op gitaar. Dit
Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij. Wees daarom blij. En zingt verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zingt verheugd. Dit is de dag. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Nou, ik word er nu al helemaal blij van. Een gat in de lucht. Maar de paaskaars moet nog wel aan. Marjan, wil jij voor ons de paaskaars aansteken? Ja, zeker. Het licht brandt weer als teken dat het licht altijd sterker is dan de duisternis. Dankjewel. En dan wil ik jullie graag voorgaan in gebed en we bidden weer het gebed: zorg voor ons, heel ons leven, Heer. Liefdevolle God, vandaag zijn we weer bij elkaar. Wij hier in de studio, de mensen thuis in de woning, jongens en meisjes, mannen en vrouwen. U bent onze Vader. En samen vragen wij u: zorg voor ons, heel ons leven, Heer. Liefdevolle God, wij bidden voor de allerkleinsten, ver weg en dichtbij. Voor kinderen die, om welke reden ook, niet echt kind kunnen zijn. Samen met hen vragen wij u: zorg voor ons, heel ons leven, Heer. Liefdevolle God, wij bidden voor iedereen met een handicap. Blinde mensen, dove mensen, mensen in een rolstoel. Voor ieder die wordt beperkt. Samen met hen vragen wij u: zorg voor ons, heel ons leven, Heer. Liefdevolle God, wij denken ook aan mensen die ziek zijn. Misschien wel getroffen door corona, in quarantaine, alleen, bezorgd. Wij denken aan mensen zonder huis, misschien wel op de vlucht. Of mensen opgesloten in de gevangenis. Samen met hen vragen wij u: zorg voor ons, heel ons leven, Heer. Liefdevolle God, beter nog dan wij, weet u van zorgen en verdriet. Maar wat u gemaakt hebt, vergeet u niet. Daarom vragen wij u samen: zorg voor ons, heel ons leven, Heer. In Jezus' naam. Amen. In aansluiting op dit gebed zingen we met elkaar: klap in je handen van blijdschap. Dit is de dag die God ons geeft. Dit is de dag die God ons geeft. Dit is de dag van je leven. Dit is het feest dat Jezus leeft. Jezus is opgestaan en hij leeft, halleluja. Jezus is opgestaan en hij leeft, halleluja. Ja, dankjewel Marjan. En we hebben een mooi verhaal vandaag. En het gaat dus over een gat in de lucht. Het gaat over vier vrienden. Ze zijn onderweg naar een klein huisje. En ze zijn op weg naar hun vriend die verlamd is. Hij kan niet lopen. Want ze hebben gehoord: Jezus is vandaag in het dorp. En ze gaan snel naar hun vriend en ze helpen hem met wassen en met aankleden. En dan gaan ze samen ontbijten. Want ze zeggen: vandaag gaan wij naar Jezus toe. Maar de man die verlamd is zegt: nou, weet je, Jezus zit toch niet op mij te wachten. Er komen allemaal belangrijke mensen, er komen allemaal dominees en burgemeesters. Zou Jezus dan op mij zitten wachten, een man in een rolstoel? Nou, hij gelooft er helemaal niet in. Maar de vrienden zeggen: nee, je moet niet zo negatief praten hoor. Kom, we gaan snel naar Jezus toe. En zo gaan ze op weg. Maar kijk eens, het is hartstikke druk. De BHV staat al klaar met van die hesjes en de security. En die zeggen: nee hoor, jullie mogen er niet meer in. Jullie zijn veel te laat. Zo kan je nooit 1,5 meter afstand houden. Dat gaat niet. Jullie mogen er niet in. Nou, ze zijn teleurgesteld. En een van de vrienden zegt: nou, moeten we dan maar naar huis gaan? Maar de ander zegt: nee, we gaan niet naar huis. Ik heb een plannetje. Een plannetje? Ja, zegt hij. Kijk,
Hier aan de achterkant, kom mee. Aan de achterkant is een trap en dan kan je zo op het dak van het huis. Want de huizen in Israël hadden een plat dak. En zo lopen ze naar boven met hun vriend, heel voorzichtig natuurlijk, in zo'n draagbed. En ze maken een gat in het dak. Dat ging toen heel makkelijk, want ze hadden geen dakpannen zoals wij, maar dat was gewoon stro en hout. En dan kon je opzij schuiven en toen kwam er een gat in het dak. En heel voorzichtig lieten ze hun vriend door het dak naar beneden zakken, zo voor Jezus' neus. En toen Jezus hem zag, toen moest hij glimlachen. Hij zei, wat goed dat je bent gekomen. En ik zie het geloof van jouw vrienden. En daarom maak ik je beter. Nou, ze sprongen met elkaar een gat in de lucht van blijdschap. Hun vriend kon weer lopen. En het geloof van de vrienden maakte dus dat er verandering kwam in het leven van de verlamde man. Nou, dat is goed nieuws. Wij kunnen ook een vriend zijn voor iemand. Misschien wel iemand die teleurgesteld is of iemand die nu verdrietig is of iemand die het moeilijk heeft. Dan kun je over nadenken, voor wie kan ik deze week een vriend zijn? Want ons geloof kan verandering brengen in het leven van een ander. En dat is het verhaal van vandaag. En daar hebben we een mooi lied bij en dat gaan we voor jullie zingen. Hij is opgestaan. Heer Jezus sprak in een huis, het was er veel te druk. Nee, niemand kon er nog bij, een dag vol ongeluk. Maar de vrienden zeiden, kom op naar het dak, de laatste zal eerste zijn. Je wordt beter man, je wordt beter man. Zo fijn, zo fijn. Je wordt beter man, je wordt beter man. Zo fijn, zo fijn. Ze maakten een gat in het dak. Hij daalde naar beneden. En Jezus zag het geloof van de vrienden twee aan twee. En Jezus zei, sta op en ga heen, want ik genees en vergeef. Sta op, mijn vriend, ja, sta op, mijn vriend, en leef, ja, leef. Ja, sta op, mijn vriend, ja, sta op, mijn vriend, en leef, ja, leef, en leef, ja. Wat gaat het toch snel, zo'n uitzending, hè? Ja. 10 minuten is ook maar kort. Maar ik vond het toch weer fijn dat we bij jullie mochten zijn. Ik heb ook nog een paar mededelingen. De eerste is, komende maandag, 4 mei, is het dodenherdenking. En dan maken we een speciaal filmpje samen met de regio-directeuren en zullen we de dodenherdenking vormgeven. En dan kunnen jullie thuis, want ja, jullie kunnen er natuurlijk niet bij zijn, maar kunnen jullie thuis met ons meekijken en op die manier ook de doden herdenken. Dus vanaf maandag 6:30 begint de uitzending en dan wordt hij de hele avond herhaald. Dus vanaf 6:30 maandag 4 mei dodenherdenking. En dan hebben we natuurlijk nog onze dagelijkse vlogs. Iedere dag rond koffietijd en theetijd zenden we een vlog uit. En daar ben je natuurlijk ook weer van harte uitgenodigd om mee te kijken. Nou, daar zijn we al echt aan het einde van deze viering gekomen. En we eindigen met de zegen. De Heere zegent jou en Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. Amen. Hier is Tommy Brexit met het weer voor de komende 4 dagen. 4. Waarom 4? Nou, daarom 4.
Oké, niet drie. Nee, niet drie. Vier. Oh, oké. Nou, morgen wordt het nat. Heel erg nat. Net op tijd. Morgen hele dag veel regen. En in de loop van de dag, dus in de middag, halverwege de middag, wordt het droger. Echt waar. Aanstaande zondag, 3 mei, wordt het droog. Oh ja, waarom heb je dan die paraplu op? Ja, dat weet ik ook niet. Auw. Aanstaande zondag wordt het droog. Het is wel aan de frisse kant. Zo'n 15 graden met zon. Zon. Maandagochtend starten we met een klein buitje. En in de loop van de dag wordt het dan weer droger. Het wordt zo'n 14 graden, dus het blijft een frisse kant. Achter mij zien jullie foto's van onze Rob Engels, gemaakt door Rob Engels. Nou, je ziet, Rob is op cursus geweest, heeft niet zo heel veel uitgehaald. Want wat was hij? Hij was in Wassenaar bij het pretpark Duinerel. Oh ja, hoe weet je dat? Weet ik niet, geen idee. Oké. Nou, als jullie nou foto's hebben, stuur ze in, want we kunnen ze veel beter gebruiken dan die van Rob. Hè? Dat kan toch helemaal niet? Als dinsdag 5 mei wordt het droog. Blijft het droog, is het droog en is de bevrijding. Dus kunnen jullie mooi krijttekeningen maken op de vloer en het blijft gewoon staan. Oh ja, ja. Oh, ja, dan moet je er niet op gestaan. Nee, daarnaast gestaan, dan kun je het zien. Ja? Slim. Haha, maar zo'n 15 graden. Dus erg warm, maar in de loop van volgende week wordt het een stukje beter. Maar dan horen jullie volgende week. Voor jullie, voor nu, heel goed weekend. En wij zien jullie woensdag weer. Goedenavond. Groetjes, toedeledokie. Wat moet je doen tegen het nieuwe coronavirus? Was regelmatig je handen, hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen, vermijd grote groepen en werk thuis als het kan. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf thuis en beperk het contact met anderen.